Hallo, welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. Ik ben Phoebe, ik ben zwanger van mijn eerste kindje als bewust alleenstaande mama. En in deze video wil ik laten zien hoe ik mijn commode heb ingericht. Ik heb dus nog geen ervaring met het inrichten van een commode. Dus misschien is mijn indeling helemaal niet handig, maar ik wil toch even laten zien aan jullie hoe ik het heb gedaan. Ik heb hier in mijn badkamer een commode. Dit is de eerste maand echt de belangrijkste commode. Van boven ligt er hier een verzorgingskussen. Zoals je kunt zien is het een plat. Ik heb in mijn babykamer een met afgeronde randen. Maar de eerste maanden zijn ze hier wel fijn mee. Hier liggen een pak babydoekjes klaar. En dan hier een mandje met de producten dat ik gewoon het vaakst ga nodig hebben. Op dit moment zit er daar shampoo in, wasgel, vitamines, zinkcrème, twee van deze doekjes en rode belletjes zelf. Ik veronderstel dat dit bakje enorm gaat uitgebreid worden als de baby hier effectief is. Ik had deze ooit gekocht. En ik gebruik die voorlopig niet, dus ik dacht, ik ga hem hier aanhangen. Misschien is dat wel handig. En dan heb je hier de eerste laag. En ik ga jullie eventjes dichter nemen om te tonen wat daarin zit. De kast is trouwens volgens mij de Hemnes kast van IKEA. Maar ik heb die tweedehands op de kop kunnen tikken. Zo, dit is de bovenste schuif. Hier zit er een hele hoop wasbare luiers in. Een aantal overbroekjes, de kleinste maat, een aantal gewone pampers, omdat ik niet weet of ik effectief direct ga beginnen met de wasbare luiers. De eerste dagen denk ik dat dit te veel gaat zijn, dus heb ik hier gewoon een paar gewone pampers. Aan de zijkantjes, naast de mandjes, heb ik een heleboel van die hydrofiele doeken, want blijkbaar heb je die echt heel veel nodig met een baby. Ik heb grote, kleine, ja, dat is het. En ik heb ja, toch wel een aantal wasbare luiers. Ik heb die allemaal tweedehands op de kop kunnen tikken, dus voorlopig heb ik nog geen zelf nieuw gekocht, maar misschien ga ik nog wel van deze grotere overbroekjes nodig hebben. Ja, ik ga sowieso nog grotere overbroekjes nodig hebben, want deze zijn echt voor kleine babytjes. Mocht je trouwens tips hebben en wasbare luiers, laat het zeker weten. Dan heb je de tweede laag. Hier zitten truien en broekjes en t-shirts. Allemaal in maat 50 en 56. Dan heb ik hier van die kleine slabbetjes aan de zijkant. Vooral ze teruggeven. Ik weet niet of ik ze ga gebruiken, maar ze zitten daar wel goed. En dan heb ik hier nog een aantal van die babymutsjes. Hier zijn er rompertjes, korte mouwen, lange mouwen. Alles een beetje door elkaar. En dan hier is het vooral pakjes in één stuk. En pyjamaatjes en zo. Maar ik denk dat dat de eerste maanden echt wel door elkaar gaat. Pyjamaatjes en dagpakjes. En dan wil ik hier nog kleine sokjes steken. Maar voorlopig heb ik nog geen mandje gevonden die daar goed tussen past voor de sokjes. En dan de onderste lade. Dit is hoe hij er voorlopig uitziet. Aan deze kant zitten er handdoeken. Een extra fles was. Alleen douchegel, wasgel voor de baby. Dan in het midden potjes voor melk en de kolf. Die gaan waarschijnlijk nog wel van plaats veranderen.
Sowieso is heel deze kast wel echt nog op dit moment afhankelijk van hoe het werkt met de baby. Misschien denk ik na een week of twee dat... Hoe heb ik die kast ingedeeld? En dan helemaal rechts heb ik hier nog een extra pak pampers. Niet de wasbare. Gewoon omdat ik dat daar... Ja, dat zit daar goed. En hier nog een aantal luiers. Die ietsje meer, ja, minder op zichzelf zijn. En echt zo wat overstok is. We gaan dan wel zien of dat ik ze nodig heb, al dan niet. Of dat ze later ook aan bod komen. En zoals ik daar straks ook eventjes al benoemde, echt alles gaat afhangen van hoe het gaat met de baby. Of dat commode handig al dan niet is ingedeeld. En ik noemde het ook al in de video, maar dat is één van de twee commodes. In de babykamer staat er ook nog één. Maar ik veronderstel dat ik in de babykamer de commode de eerste maanden veel minder ga gebruiken. Omdat deze dichtst bij de living is en dichtst bij mijn slaapkamer. En in de eerste maand gaat ze vooral slapen in de co-sleeper, normaal gezien. Dus ga ik waarschijnlijk gewoon vaakst naar deze commode komen. Maar als ik nog iets nodig heb, zit er in de andere commode ook nog heel veel dingen. En dat gaan jullie zien in de video van de babykamer, wat er daar exact in zit. Mocht je nog tips hebben als je al mama bent voor de indeling van de commode, laat het dan zeker even weten. Dingen die jij anders zou doen, dingen die minder handig zijn, laat ze zeker eventjes weten hieronder in de reacties. En dan bedank ik jullie nu voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in een volgende video weer. Doedels!